company is very popular in Japan. What a legend. Dag, Vincent. Good evening, welcome to Turf Moor for Burnley's championship fixture against Sunderland, Friday night football. Yes, Café Constant, verplaatsing. Ik word bijna een beetje een tv-presentator de laatste weken. We zijn hier aan de... We staan hier aan de Royal Dutch. Binnenkort is dat de Royal Vincent Company natuurlijk. En we zijn in Burnley. Easy win tonight? Easy. 5-0 to that. I'd say yes, but you're never too sure. Can I ask some questions for a Belgian podcast? Do you like the new style of Burnley, the football style? Yeah. What do you like about it? The way they play and how they pass comfortably on the ball. Did you ever see Burnley play this good of a football? No. I've been coming since 1959 and I've never played this sort of football before, ever. No, not in a long time. How much do you fancy Vincent Kompany? Oh, massive. Oh, he's lovely. He could come and live with us. Yeah, but I mean, he's a good man. Vincent Kompany is a great guy. Great guy. What a legend. Sean Dyche is a good man, but next to the statue of Sean Dyche, which they should make, should be a statue of Vincent Kompany. Where are you guys from? From Belgium. We're from the club where Vincent Kompany was sacked. Can you believe that? No, but thank you for sacking him, because he's now our manager. But what do you like the most about the new Burnley? They play football. Can he whip a crossing? He can't. He's found Barnes. Barnes touch back for Cullen. Shot was blocked. Back inside. Big chance for Barnes. Oh! Elwood Ballas trying to take it down. Saved by the keeper. So you're here covering for the Mirror? Yes. Okay. Burnley or just in general? Or Burnley, mainly. Yeah. Obviously, there's big interest in them, particularly in this area. Of course, they've been in the Premier League before, but looks like they're coming back. Spectacular season. So there's a lot of interest around them. Not only them, but obviously Vincent Kompany is the manager. So, can you imagine the club like Anderlecht let him go like that? Do you know what? I don't honestly know the full history of what happened at Anderlecht, but I don't think he was doing as well there as he's obviously done here at Burnley, maybe initially. He'll always be Anderlecht. He started his career at Anderlecht, he ended his career at Anderlecht. He will always be Anderlecht until the day. We hope so. You bought us a drink? What I bought you was a Benny and Hops. So this is what we drink at halftime at Turf Moor? I hate it. Oh, it's okay. What are the expectations next year in the Premier League? Interesting. With the wonderful Vincent still, hopefully with Burnley, because you never know. But I think he will have a different sort of way of playing in comparison to Sean Dyche. So I do believe with additional one or two additional players, I think we can do particularly... Well, they can hold us on in the Premier League. We're not going to be in Champions League spots, not by a long way, but we'll have a better chance than what we've had previously. I think Burnley is going to stay in the league. Yeah, it's going to be tough. Struggling. Yeah, but Vincent Kompany needs some money. Yeah, but it's going to be a great season. Dag, Vincent. De echte Anderlecht fans zijn echt enorm dankbaar voor wat je de laatste jaren gedaan hebt. Ik wou dat wel even zeggen. Dat klinkt zo wat cringe, maar, ja. Maar ik weet niet dat tot bij u komt eigenlijk. Dus. Nu wel. En dank je daarvoor. Maar ik kan het moeilijk verklaren. Hè. Wat heb ik gedaan? 17 jaar. 17 jaar heb ik de kleuren van de club gedragen. Dus er is maar één club voor mij. En 17 jaar. Dus ik ben begonnen als 6-jarige ket. Ik zie daar een truiken staan. Dat is de trui die Jan Koller en Aruna Dindaan hebben gedragen, maar die had ik ook bij de jeugd toen al. Dus ik voel mezelf, niemand hoeft me dankbaar te zijn. Ik ben zelf gewoon, ik maak deel uit van de familie en ik ben zoals altijd supporter. Rond het stadion, ik voel dezelfde energie als de maanden onder 5 jaar onder Kompany bij Anderlecht. En dat is fantastisch, jonge gastjes die daar. Ja, als ik over Vincent Kompany, ja, wauw, hij is fantastisch, dit en dat. Ja. Komt dat op bij u, dat de club nu opleeft hier en hoe dat de vibe is? En... Maar stadium is altijd een goede barometer. Dus mijn ervaring hier is dat de mensen
als één man achter de ploeg staan, niet achter mij, achter de ploeg. Ik heb hetzelfde ervaren bij Anderlecht, ook in de moeilijke momenten. En dat is hetgene waar ik eigenlijk het meeste fier over ben. Mensen hebben altijd gekeken naar Anderlecht supporters als champagnevoetbalsupporters. En het was een keer moeilijk en we moesten ervoor knokken. En de supporters waren nog altijd daar, uit en thuis. En daar ben ik altijd fier op geweest. En in het laatste seizoen hebben we natuurlijk superveel mooie wedstrijden gehad thuis. Veel doelpunten gescoord ook. En ik heb persoonlijk altijd veel steun gekregen. Dus ik ben daar eeuwig dankbaar voor. Maar ik beschouw mij gewoon ook... Ik heb nog genoeg dragers van Anderlecht thuis liggen, maak je geen zorgen. Bijna even nobel als Mark de Man die ooit bij ons zat. Ik weet niet of je Mark nog kent. Ik heb met Mark gespeeld, uiteraard. Ja. Misschien een laatste vraag. Naar volgend jaar toe. Ik denk, ja, de ploeg... Ik was onder de indruk, want ja, voetbal zit er al. Ik volg het wel een beetje. Maar ik vond het wel niet slecht. En je ziet duidelijk de patronen dat je bij Anderlecht ook wel leggen. Nee, het was... Dat is een match. Maar naar volgend jaar toe, bijvoorbeeld Sambi Lokonga, is dat iemand dat je van... nog volgt nu, dat je zo de situatie volgt, of is dat een beetje... Goh, namen noemen eigenlijk. Kijk, ik ga het heel simpel zeggen. Elke speler die verbonden is geweest aan Anderlecht, die volg ik natuurlijk altijd. En zo is het gewoon. Ik probeer gewoon te zien hoe dat die jongens evolueren. We spreken nu over Sambi, dus dat heeft niks te maken met volgend seizoen, maar niet vergeten, Sambi. Die is teruggekomen van zijn blessure. Dat was een grote belofte van Anderlecht, maar had het nog niet waargemaakt. Uiteindelijk belangrijk geweest voor de club, ook financieel. Niet vergeten, jongens. En jongens zoals Doku, jongens zoals Zeno de Bas. En zijn allemaal jongens die ik wil zien slaan. En op een bepaald moment gaan die jongens cruciaal ook zijn om Anderlecht weer bovenop te brengen. Maar ze zijn op het juiste pad en bij de juiste club. Je ogen blinken nog, dat geeft mij vertrouwen. Ja, nog een laatste vraag. Kende je Café Constant? Ik heb ervan gehoord, maar ik heb de podcast nog niet gehoord. Ah, dat is dringend werk van maken. Ja, Vincent, bedankt. Maar soms word ik zo getagd. Ja, dat ben ik. Ja, dat zeg jij, ja, oké. Okay. En dan zeg ik Café Constant, ja, oké. Okay. Zieke is alvast voor ons hier te hebben. En ik ga je vragen om nog een shirtje te tekenen en een selfie te pakken van zijn, dan moet ik dat doen. Welke naam heb je daar? Dat is zonder naam. Dus. Zonder naam. Ja, het is dat. Voilà. En hopelijk volgend seizoen nog eens komen zien. Sowieso. In de Premier League. Ja, kijk graag. Hopelijk. Maar kom, daar twijfel het toch niet. Je moet je niet een nozel doen, maar daar twijfel het toch niet aan. Mijn job om een nozel te doen.